Leer eenvoudig je matras en kussens schoonmaken en reinigen. Leer eenvoudig je matras en kussens schoonmaken en reinigen. Het hebben van een schoon huis zonder huismeid is een prioriteit voor ons allemaal. Het is echter niet altijd gemakkelijk. Leer in dit artikel hoe je je matras en kussens schoonmaken en reinigen kunt. Het hebben van een schoon huis zonder huismeid is een prioriteit voor ons allemaal. Het is echter niet altijd gemakkelijk. Er zijn gebieden die de neiging hebben om vergeten te worden en anderen waarvan we geen idee hebben hoe we het schoonmaken moeten aanpakken. Dit laatste geval is meestal van toepassing op je matras en kussens schoonmaken en reinigen. Het probleem is dat het een heel belangrijke taak is, omdat we het hebben over de plaats waar we slapen. Hoewel de overtrek en hoezen ze beschermen, is het essentieel dat je leert hoe je dit moet doen. Het negeren van deze taak verergert niet alleen luchtwegaandoeningen, zoals astma of allergie, maar kan ook het uiterlijk van deze voorwerpen beïnvloeden. Wanneer we thuis grote hoeveelheden stof hebben, kan dit bovendien de kwaliteit van je slaap in gevaar brengen. Dit alles komt door het bestaan van micro-organismen die voorkomen dat je goed ademt. Hoewel er veel alternatieve chemicaliën bestaan die voor dit doel zijn bedoeld, is de gezondste manier voor het schoonmaken en reinigen van je matras en kussens ook de meest natuurlijke. Het is de gezondste manier voor ons lichaam en dus is deze manier ook degene die minder bijwerkingen veroorzaakt. In dit artikel zullen we bekijken hoe je op de gezondste manier je matras en kussens schoonmaken kunt. Hoe moet je je matras schoonmaken en reinigen? Ten eerste raden we aan om niet direct het bed op te maken nadat je wakker geworden bent. Vraag je je af waarom? Wanneer we besluiten om dit wel te doen direct na het ontwaken, leggen we de deken over het matras heen. Daarmee sluiten we de deeltjes die in de deken, in je kussen en in je matras wonen op. Het is daarom het beste om je bed te laten ademen en zo mogelijk wat zonlicht te geven. Dit is de aartsvijand van microben. Op deze manier zullen, tegen de tijd dat je terugkeert om het bed op te maken, veel van hen verdwenen zijn. Als je op zoek bent naar een effectievere oplossing voor het schoonmaken en reinigen van je matras, laat het dan gewoon een dag buiten liggen. Het is echter mogelijk dat je matras en je kussens een iets intensievere behandeling nodig hebben. In dit geval raden we aan desinfecterende etherische oliën en baking soda te gebruiken. Ingrediënten: 2 eetlepels zuiveringszout, 20 g, 2 druppels van tijmolie, etherische tea tree olie, lavendelolie. Hoe gebruik je het? Eerst moet je het baking soda mengen met alle etherische olie. Sproei vervolgens met een spuitfles het volledige mengsel op het oppervlak van het matras en laat het 2 uur intrekken. Gebruik vervolgens de stofzuiger om het matras te zuigen, zodat er geen resten op het matras achterblijven. Hiermee is je matras zo goed als nieuw en klaar voor gebruik. Het zorgt ervoor dat je tijdens je slaap nog steeds rustig en comfortabel ademt. Het zal een einde maken aan dat gevoel van ik word vermoeider wakker dan dat ik ben wanneer ik naar bed ga. Als dit de oorzaak van het probleem was, is een goede nachtrust gegarandeerd.
gemakkelijk je kussens schoonmaken en reinigen. Nu laten we je verschillende methoden zien om je kussens gemakkelijk schoon te maken. In dit geval hebben we de onschatbare hulp van de wasmachine. Desondanks leren we je ook enkele milieuvriendelijke oplossingen. Baking soda en azijn. Hoewel je ook een geparfumeerd wasmiddel kunt gebruiken, raden we deze methode aan. De reden hiervoor is heel eenvoudig: je vermijdt het effect van kunstmatige chemicaliën die de lucht in je huis vervuilen. Er zijn aanzienlijke variaties in de niveaus van zuurstof en kooldioxide tijdens de nacht. In die zin is het essentieel dat we goed ventileren en zorgen voor een goede kwaliteit van de lucht die we inademen. Ingrediënten: half kopje baking soda 50 g, een eetlepel witte azijn, 10 ml. Hoe gebruik je het? Je hoeft alleen de kussens samen met het mengsel in de wasmachine te doen en dan kun je ze gemakkelijk reinigen. Herhaal het proces opnieuw om ze zo goed mogelijk te reinigen. Droog ze vervolgens in de zon om ervoor te zorgen dat resterende vocht en microben verdwijnen. Met deze eenvoudige tips kun je eenvoudig je matras en kussens schoonmaken en reinigen. Je hoeft dus niet veel moeite te doen of veel geld eraan te besteden. Alsof dit nog niet genoeg voordelen zijn, houden deze behandelingen ook rekening met het milieu. Vergeet niet dat ons bestaan van onze planeetje in staat stelt om te glimlachen, je geliefden te knuffelen, te dansen en te leven. En daarom verdient de aarde het om altijd met het grootste respect behandeld te worden. Wij nodigen je uit om andere groene opties te ontdekken, of in ieder geval zo groen mogelijk, zowel voor je persoonlijke verzorging als voor je thuis.